Oh my god, mensen, vandaag rest. Woensdag, dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi Blue. Hoppa, nieuwe dag, nieuwe vlog. We zijn nog altijd in Pisa, nog altijd. Ja, ik weet het. Het is voor zes dagen, zes dagen. Jawel, hè? Zondag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Vrijdag zijn we naar huis. Maar, we moeten toch vloggen de dag dat we naar huis gaan? Ja, mensen willen dat wel zien, hè. Die zitten daarop te wachten, hè. Van, wow, weer een vliegtuig, wauw. Wow. Oké, vandaag gaan we het een beetje kalmer aan doen. Vandaag gaan we een keer naar het strand gaan. We hopen toch dat we naar het strand gaan. We gaan proberen van een taxi te pakken. Het is een half uur rijden. Met openbaar vervoer is het veel te moeilijk, want we moeten 77 keer overstappen, 70 bussen, 8 metro's en 33 trams. Oh. En dus we gaan dat gewoon met een taxi doen. En we gaan gewoon vandaag een beetje chillen, want morgen gaan we echt iets zot doen. Ik ga het nog niet verklappen, maar morgen wordt echt overdreven zot en gaan we vroeg vertrekken en zijn we maar laat thuis. Want dan gaan we ergens naartoe dat, oh my god, niet normaal is. Goed, maar dat is voor morgen. Vandaag gaan we hun chillen op strand, de zee, de zon, beachbody, hoe heet dat? Ja. En we gaan het wel zien wat de dag brengt, hè. We gaan het wel zien. Allee. We gaan onze dag starten in 3, 2, 1, let's go! Voilà mensen, we zijn toegekomen. Anouk heeft het wat anders gezegd van strand of weet ik veel, maar de taxichauffeur zei tegen ons van ja, maar daar is er niks, daar is er wel een strand, water, maar het zijn er geen bars of niks. Maar hier is het gewoon echt de max. We zijn hier doorgereden, het zijn hier bars, het zijn hier winkels, het is hier gewoon van alles. En hier zijn het allemaal stenen en keien. En 300 meter naar daar, zegt hij, daar is eigenlijk het strand met zand en al. Dus gewoon de max gewoon. De mensen zitten hier al in het water. Het is 10:30. Zoetje had dat super goed gekozen. Dat we naar het strand gingen vandaag. Moet kijken hoe nice dat hier is. Het is gewoon machtig. Maar geen stenen mee pakken, hè. Nee. Want je weet wat er gebeurd is in Turkije. Godverdomme. Dat gaan we niet tegenkomen, hè. Oh my god. Hoe nice is dat hier. Oeh. Machtig gewoon. Dat is wel echt de max. Jij hoe kozen hebben hoor. Voilà, we hebben hier een stuk gevonden met allemaal zand. Voilà. En hier kunnen we een keer uit het water gaan. Ik heb al gezien dat de mensen ver tot aan de overkant gaan daar, dat ze gewoon nog kunnen stappen, dus ideaal. We gaan het niet verdrinken. Ik heb mijn mega schone biefstuk, entrecote, saté's, zwembroek aan. Ja, waarom? Omdat ik goesting heb in barbecue. En ik heb van heel de zomer nog geen ene keer gebarbecued. Nog geen ene keer. Dat is gewoon schandalig. Jawel, het is wel schandalig. Dus ja, we gaan zometeen een keer in de low, hè. Ja, maar mijn eerste inbreven. Ja, oh shit, service en al. Ik ben waarschijnlijk de meest witte persoon op heel het strand hier. Ik ben even wit als de zus die witte kein. Bij moest ik daar gewoon lijn op die witte kein. Het is niemand die het ziet dat ik hier ben. Dus ja, oké. Okay. Gelukkig is mijn beachbody ook wel in orde.
Hij is dat sowieso wel brenner of ik. Ah, en hoeft dan al? Ja. Ja, het is hier al rood. Ah. Oké. Okay. Kijk zo goed zorgen dat ze dit doet voor mij. Oh. Allee. Gaan we horen? Ja. Ah, andere kant. Ja. Mm-hmm. Zeker mega interessant voor de mensen die in de thuis zitten te kijken naar de vlog, hoe dat Anouk mij insmeert. Ja, het is fijn genoeg zeker. Maar ja, wat zeg. Ah. Moet je weer verbrand zien? Nee, oké. Okay. Je buik. Ja, maar dat kan ik wel zelfs. Hè. Hier, trek je plan. Oké. Okay. We are in the water. Dat is dus waar we er al in geweest. Maar het was echt mega koud. Maar ja, lekker altijd. Vanaf dat je er een klein beetje in zit. Of allez, vanaf dat je er tot hier in zit, ik zal het zo zeggen. Toen is gewoon die kou weg. Maar het is die eerste kou. Fuck, zo koud dat was. Mijn piemelouw ging van. Nee, ging van. Ja, ging van zo naar zo. En Anouske ligt er al. Ligt daar al te zon daar? Ah, dat is wel echt vakantie. Hè? Dat is echt zalig, op het gemakske, chill. En dat is echt zo'n strand dat ze hier aangelegd hebben. Want kijk, er zit hier niks van vissen of weet ik veel. Waarschijnlijk ook voor, de, ja, voor dat allemaal te beschermen. En ook dan er hier geen haaien of zo toekomen of allee, zwemmen. Of weet ik veel allemaal. Ik zei eigenlijk hier allemaal dingen, maar dat ik eigenlijk van niks niet weet. Ja. Voilà, dus we gaan hier op het gemakje wat rusten. Een beetje in het water, in water, uit water, in water, uit water. Misschien straks nog een terrasje doen, het wat lekker gaan eten. Dan een beetje hier een keer wandelen hier in dat stadje. En we gaan het wel allemaal zien. Let's go! Voilà, we zijn een beetje op ons gemak gelegen en nu hebben we honger, want het is 11:15 en ik heb mega honger. Anouk moest alweer lachen omdat ik honger heb en dan er een half uur liggen en ze zegt, allez, ze moet weer weg, want hij is honger. Maar ja, als ik honger heb, ik honger en als ik honger heb, moet ik eten. Voilà, zo simpel is het. Goed, allez, we gaan iets gaan zoeken hè. Voor het mangiare. Hè. Let's go! Ik heb hier waarschijnlijk de beste pizza ooit in mijn leven gegeten. Dat was niet normaal hoe lekker dat was. In de focaccia, of wat dat Anouk heet, was ook niet normaal lekker. En dus we hebben elk een drankje, we hebben een pizza en die focaccia. En we hebben in totaal 29 euro betaald. Nee, eigenlijk 25 euro, maar ja, ze rekenen altijd zo 4 euro. Bedieningskosten aan, dat is hier zo in Italië. Dus eigenlijk was het maar 25 euro voor twee personen. Dat was niet normaal lekker, maar echt. Mwah. En dat was dus daar. Nu gaan we hier een keer binnen, dat is hier een kerk. Dan gaan we hier een keer binnen, een keer een kijkje nemen en dan gaan we weer naar het strand en gaan we een dutje doen. Let's go!
Voilà mensen, we hebben een hele tijd op het strand gelegen. Maar ja zeg, jongen, we hebben 2 uur op dat strand gelegen. Is dat nu niet genoeg? Nee. Zoals je een hele dag op dat strand ligt, ik kan dat niet. Kun je geen 5 minuten? Oh, maar als waar zijn wij gekomen? Met die natuurlijk. Ah ja, dat zou wel kunnen. Ja, oké. Nu gaan we een beetje hier rondwandelen. Gaan we een beetje winkelkens bekijken. En misschien nog een terrasje doen, weet ik veel. Anouk is een beetje kwaad, omdat... Ja, hey, ik kan dat niet heel de tijd op dat strand liggen. Ik kan dat wel even, maar niet... Niet heel de dag. Oké? Okay? Nee, zo is dat niet heel de dag. Wat? Ik zeg toch niet dat we hier een hele dag liggen? Nee, we zijn een half uur liggen. Ze gaan eten, nog een half uur tot je verleed. Ah. Dus een half uur, hè. Wat? Dag. Een half uur. Het is zo. Een half uur. Ja. Dat is wel heel overdreven. Nee, nee. We zijn er 2 uur geweest. Ik vond dat we een uur op restaurant gezien hebben. Allee, het is weer allemaal niet goed, hè? Ja, maar. Is het voor heel de dag? Ja. Allee, let's go. Voilà, en nu kunnen we Anouk weer doen langs, hè. Nu is het allemaal verheven, hè? Jong, 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 jong. Meestal is de prijs hier altijd 2,5 euro voor 2 smaken. Wat ik ook wil raven, als hij geen bol nu hè? Hey, dat is niet meer zo'n bolletje schepper, dat is echt zo'n een lepel. Schepper, ja, met een platte schepper. Ik heb aardbei en Kinder Bueno. Niet helemaal lekker. En hij? Mango en? Mango en kersen. Mango en kersen. Maak een keer proeven. Nee, kersen is lekkerder dan die mango. Oké. Okay. Eerst de mango. En de andere is lekkerder. Lekkerder, hè? Ja. Goed cremeke. Dat weet je nog niet waar. Komt er altijd wel in. Dat is waar, hè? Dat weet je nog niet waar. Is het beter of beste? Dat is wel echt crème. Maar je zegt, dat is echte crème. Wat was gisteren toen? Een waffel. Maar nee toch? Dat was ja, ook een crème. Dat weer. Ja. Ijswater. Ijswater. Wat voor niet, hè? Je zit er meer maat. Er heeft iemand problemen. Love you. Dat is nu een keer iets dat ik super graag doe, dat is gewoon in het buitenland. Gewoon een keer zo in de supermarkt rondlopen en gewoon zo een keer kijken naar de prijzen en dan ja, wat ze allemaal verkopen en al zo. Like hier, voilà, Nesquik, Biscotti. Dat zijn allemaal zo dingen dat ze bij ons niet verkopen. Mag ik dat kopen? Ben hij. Maar ik ga wel een keer kijken. Goed, alle. Nog een beetje rondlopen, het gemakkelijk. Voilà, zie mensen. En ondertussen zitten we hier aan de kant op ons gemakje te wachten recht over de Conrad City, waar dan mijn zus binnen geweest zijn. En nu zijn we dus aan het wachten op een taxi. En via een app dat we vanmorgen gekregen hebben, eigenlijk van een taxichauffeur,
Je kunt eigenlijk heel gemakkelijk een taxi vragen en ze bellen je dan op, ze vragen wat je bent. En voilà, kijk, binnen een kwartiertje. Met een kwartiertje, 20 minuten. Ah ja, kijk, je kunt zelf zien wat dat is momenteel. Voilà. Kijk, daar is hij. En wij zitten daar. En dat is wel super makkelijk natuurlijk. Want ik weet, vorig jaar zijn we naar Mallorca geweest. En toen was het een beetje rampio voor een taxio te vinden. Dus ja, binnen 10 minuutjes zal hij hier zijn ongeveer. En dan gaan we terug naar... naar het hotel, gaan we ons een keer douchen, want met al dat zand en zonnecrème en zout en peper en muskaatnoot is dat super ambetant. Anoukske is niet meer vies op mij ondertussen, hè? Ah, toch nog een beetje? Ja, oké. En, maar ben je zes en niet vies, maar ja, ik weet het, ik doe dat gewoon niet zo graag, zo heel tijd op strand. Ik doe dat graag, oké, voor een uurtje, twee, max, maar niet voor zo'n hele dag. Altijd over. Half uurtje. Oké, half uurtje dan. Want we lagen een half uur op het strand en jij zei al, ik heb honger. Ja, maar ja, het was middag. En dan hebben we een uur in het restaurant en dan gaan we terug een half uur op het strand en dan zei ik, ga naar huis. Dat is allemaal heel waar, zo overdreven weer al. Het is wel waar. Dat is niet waar. Jawel, je weet het, stop het. Ik moet stoppen. Ja. Jij moet stoppen. Nee, jij. Allee. Mega ruzie, voilà, kijk, kun je nu op de vlog zetten mega als titel. Oh, mega overdreven ruzie tussen Kevin en Anouk. We hebben nog niet veel ruzie gemaakt hoor. Het is discussie. Ah, het is geen ruzie, het is discussie. Ik weet niet wat dat maar ruzie weet, is. Maar weet wat dat is, hè? Weten we door wie dat meest discussie heeft? Ah, weet toch. Nee, mooi. Waarom? Waarom door mij? Waarom? Omdat hij het meest... zocht. Nee, goed! Maar ik heb al tegelijk. Maar dan moet je wel nu een keer eerlijk op camera doen. Het veel gelijk. Ah, ja. Het veel dank gelijk, u, dat is waar. U. Niet altijd. Maar niet altijd. Niet en vandaag altijd. Hou je geen gelijk. Jawel. Dus Oké. Ja. Goed, allee, dus we wachten op een taxi tot naar het hotel. We gaan ons een beetje douchen. En dan gaan we nog een keer een poging doen voor vanavond naar, nog een keer naar de Pisa-toren te gaan, maar dan in donker. Dus dan is hij heel verlicht en dat willen we ook een keer zien. En morgen wordt sowieso een zotte dag. Want morgen gaan we echt iets zot doen dat we normaal niet gingen doen. Maar we hebben gewoon gezegd, weet wat, we zijn hier nu, dus we gaan ervan profiteren. Het gaat een beetje budgetair wel zijn, we gaan niet alles gaan bezoeken. Natuurlijk, maar we gaan er zijn en we gaan veel foto's trekken, we gaan veel vloggen, dus het gaat sowieso de max worden. Goed, allez, op naar de taxi, vanaf nu. Voilà die mensen, en we zijn terug in de hotelkamer, wat is het eigenlijk? De hotelkamer? De, ja, Dominic. En... En dat is juist, we passeren hier in de straat en het zijn hier allemaal zo van die cheap-ass winkeltjes. Oh ja, cheap-ass winkeltjes, ja. Zo, cheap-ass? Ja, gewoon cheap-ass, mega, fake, alles winkeltjes. En Anouk had twee kleedjes dat ze zag. En er stond op, 9 euro per stuk. Ay, 9 euro stond er op die pop. Hè, en dat kleedje hangde er dus over. Hij zat gevraagd en die zwarte mens zegt, ja, het is 9 euro, geen probleem. En we gaan naar de kassa en staat er zo'n klein Japans of Aziatische vrouw, om te zo zeggen. Zegt ze, ja, 20 euro. Ik zeg, ja, nee, hè. Ik zeg het is 9 euro voor een kleedje. No, 20. En die zwarte zegt, ja, maar... Nee, het is 9 euro, 18 tezamen. En in één keer begint ze dat te roepen tegen die. En die zwarte. Maar echt, niet normaal, hij wist dat dan zo. Maar ik had enkel maar een brief van 20 en ik gaf het. Ik zeg, two back, hè. Ik zeg, two back, hè, madameke. Of ik trek uw ding tot 8 uur, hè. En En zei zo, oké.
En ze hebben tot 2 euro weergegeven en gelukkig stoplost. Maar best dat we naar buiten gaan, was aan het roepen en aan het tieren tegen de zwaar. Maar jongens, dat is niet normaal. Goed, wat hebben we ook gedaan en dat is juist, is we zijn naar het station geweest. En we gaan het nu al vertalen, omdat we het niet gaan doen morgen. Dus normaal waren we van plan. Ik sta op van morgen en ik zei, hoe ver is dat eigenlijk voor naar Rome te gaan van hier? En ik had gezien dat het ongeveer een 2,5 uur was met een trein. Maar ja, het is altijd, als je dat ziet op het internet, het is altijd schoon, hè? Maar toen komt je daartoe en je vraagt dat. Maar dus je kost 's morgens vertrekken voor 2,5 uur in 1 trek naar Rome. Maar dat kost je 116 euro voor 2 personen enkel naar daar. En dan, dus normaal nog een keer terug, is 232 euro. Maar ik zeg ja, dat gaan we niet doen. Maar dan, s'avonds, kost je ook wel de trage trein pakken. En de trage trein, maar toen was je 4,5 uur onderweg. Dus moesten we om 6 uur vertrekken, zijn we ongeveer 10:30 uur. Maar moesten we ook nog een keer overstappen en al. Rond 10:30 uur gingen we weer zijn, maar ja. En toen ook, ja, dat was weer 150 euro en toestand was het en we hebben gezegd, nee, want het is niet dat we op ons geld zitten, dit of dat, nee, het is niet zo. Maar het is gewoon omdat we moeten nog mega veel sparen, want volgend jaar gaan we verbouwing doen. Dus allee, we gaan ook, ik heb ook geen goeie voor 4,5 uur op een trein te zitten. Toen zullen we in totaal 6 uur. Wacht, 7 uur op een trein zitten en dat zie ik niet zitten. Dat is langer, hè? Nee, 4,5 uur en 2,5 uur. Nee. 7 uur, nee. Sowieso, oh, weet ik veel, we doen het toch niet. Dus ik heb hoesten voor op 1 dag 7 uur en toen zo gejaagd rondlopen en al en maken dat we op tijd zijn. Want ja, als je een trein kwijt zit, zijn je direct weer zoveel later en ja, we gaan dat gewoon niet doen. Dus gaan we morgen ergens anders naartoe, morgen gaan we naar... Siena. En we hebben dat opgezocht. En Siena is ook een stadje, een middeleeuwse stad, die volledig autovrij is, het schijnt. En we gaan dat doen. Dus dat zal wel een avontuur op zich zijn. En het is er ook mega schoon, dus we gaan dat gewoon doen. Goed, we gaan ons een beetje douchen. We gaan een beetje rusten waarschijnlijk. En dan gaan we, als het donker is, gaan we naar de stad gaan. We gaan eerst naar de Pisa-toren gaan. Omdat die dan volledig verlicht is en we willen dat een keer zien. En dan gaan we nog iets gaan eten en dan gaan we, ja, dan komen we weer naar het hotel en doen we kiki dodo, hè. Dus de vlog is nog niet gedaan. Ik weet het. Het is misschien veel zagrijn en weet ik veel allemaal. Maar ja, dat is de vlog, hè. Gulden wou vloggen? En wat ben aan het vloggen? Goed? Allee, tot ziens. Ja, oké. Dat is hier ook wel een bummer. Dus we hadden foto's gezien als de toren verlicht was. Maar het enige verlicht dat er is gewoon dat. Dus maar normaal zijn like, dat je daar kan zien. Wacht, hè. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Hier, dat je hier kan zien, normaal is dat heel, heel die toren. Maar ja, oké. Ofwel gebeurt om 8 uur of zo, ik weet niet, maar. Wat moet ik dan een keer vragen? Ja, er is er wel niemand, nee, het is geen autorisatie. Ja, het zal toch wel iemand staan. We gaan dan een keer vragen. Ondertussen zijn de mensen nog altijd bezig met zo te doen. Like die mensen daar, ja. Zijn nog altijd bezig aan het poseren. Ja, dat is wel spijtig. Ik dacht dat hier zo mega verlichting zijn, maar. Ja, nee, toch niet. Goed, maar misschien ze biedt. Rusten. Voilà, zie. Dus werd zus gevraagd en vandaag wordt hij niet verlicht, maar misschien morgen wel. Omdat er hier morgen een concert zou zijn hier binnen en dan zou hij rond 9:30 uur s'avonds zou hij verlicht zijn. Maar ja, kijk. Misschien. Het is nog niet zeker. Ja, dus ja, fuck it. Kijk, we zien hem zo een keer verlicht.
Ja. En, lekker? Dat is pas goed gevuld. Dat is een goed gevuld glas voor maar 3,5 euro. Tel een valse. Ja man, zo hoort het te zijn. Maar gisteren waren we ook ergens en zoveel zat erin, zoveel. Voor 4,5 euro. En nu, bam, letterlijk zoveel. Lekkerder of gisteren? En lekkerder of gisteren. En ze biedt er meer goed heen. Ik zit hier al heel de tijd te vragen voor ravioli thee. En nu kunnen we ravioli eten. En maar in één keer zie ik hier dan kreeften met tagliatelle, voor maar 17 euro. En ik dacht, ik ga toch die kreeft pakken. Dus ja. En jij had biefstuk eten? Ja, escalop. Ah, escalop. Met gebakken patatjes. Dat gaat je weer smaken. Ik heb het al goed gezien. Voilà zie mensen, en ik ga hier een beetje de airco aansteken. Voilà zie. Hup. Dat eten was overdreven lekker. Het was niet normaal goed. Maar nu ben ik kapot. En ik ga slapen. And tomorrow is another day. Dus zeggen we... Hallo.